Hi, tabelletjes invullen kan natuurlijk prima met de hand. Uitrekenen met je rekenmachine of uit je hoofd. Maar met je computer kan het een stuk simpeler. En dat gaan we doen samen met Excel. Ik wil eens kijken of je met Excel kan uitrekenen hoeveel bacteriën je op een bepaald moment hebt. Dat begint bij tijdstip 0. Dus we vullen hier tijdstip 0 in. Daarna krijg je tijdstip 1. En zo kan je hem doornummeren. Maar dat is niet zo handig. Want wat je ook kan doen is dat je zegt, dat is, je gaat in die cel staan. Je drukt op is. Klikt op deze cel, dat is B1. Plus 1. En dan geef je een enter. En dan komt er uiteraard 1 op. Maar nou, kopieer ik die inhoud van die cel. Je ziet, er komt een gestreept randje omheen. Ik heb hem gekopieerd en ik ga helemaal naar beneden. En ik plak daar de formule in. Nou, dan zie je hier komen en dan is die keurig opgeteld. Dat is mooi. Nou is het een bacterie en die gaat elke 20 minuten deelt hij zich in tweeën. Tijdstip 0 was het 0 minuten en het volgende tijdstip is dan uiteraard 20 minuten later. En dat doen we op dezelfde manier. Is gelijk deze cel plus, en nu niet 1, maar 20. Want het is 20 minuten later. Daar komt natuurlijk ook 20 uit. Weer kopiëren. En weer plakken we hem. Gaan we weer naar beneden. En we zien hier de minuten. Elke keer 20 minuten erbij. Nou, dan zou je dat natuurlijk nog wel naar uren moeten gaan uitrekenen. Maar dat laten we even zitten. En elke keer verdubbelt hij. Dus wat er gebeurt is dat op dit tijdstip zou je er 2 hebben. Nou kunnen we dat natuurlijk uitschrijven. Maar daar word je ook heel erg moe van. Dus we doen het weer met een formule. Met het is gelijkteken. En het is het tijdstip, of het aantal op het tijdstip daarvoor. En nu niet plus iets. Maar maal 2, want hij verdubbelt. En dat klopt natuurlijk, want 2 keer 1 is inderdaad 2. Die kopiëren we weer. Je ziet hier het lijntje omheen komen. En we gaan hier weer instaan. En we doen weer plakken, appeltje V. En je ziet hier het aantal bacteriën wat je op dat moment hebt. Je ziet dat het heel snel oploopt. Dus je hoeft nog maar te kijken naar hoeveel minuten het is. Na 200 minuten heb je er 1024. Na 300 minuten heb je er 32.768. En zo kun je rekenen met Excel.